een meeting waar we een aantal mensen samenbrengen. We doen dit voor onder meer mensen van de VRT. Er zijn redelijk wat collega's van de VRT hier vandaag aanwezig, maar ook mensen van de Vlaamse overheid, ook van de privé. Wat we graag zouden zien is dat wij hier nu een voorzet mee geven, maar dat misschien ook andere delen van de Vlaamse overheid of andere organisaties misschien dan een keer verder kunnen nemen en dat we binnen Vlaanderen een beweging kunnen in gang zetten waar dit soort onderwerpen toch kan besproken worden. Ja. Om een keer te reflecteren met z'n allen over het belang van ethisch leiderschap. Hè. Wat bedoelen we daarmee? Wat verwachten we daarvan? Wat denken we dat dat kan bijbrengen aan de VRT? Dus langs alle kanten worden wij geconfronteerd met wat is nu eigenlijk ethiek? En wat is ethisch leiderschap? Het heeft vooral te maken met mensen aanspreken op het geweten. Een team heeft op zich een collectief geweten. Dat werkt op zich. Waar volgens mij coaching over gaat, en ik spreek niet alleen over het individu, dat is ook een team kunnen betrekken in, ja, wat is ethisch leiderschap? Nog te vaak wordt leiderschap gezien als iets voor mensen met sterren en strepen. Daar hebben we vanaf te stappen. Want het is juist door het bij de hiërarchie te leggen, dat mensen afstand nemen van hun eigen eigenaarschap. En ethiek heeft vooral te maken met verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen rol. Wel, ik heb vandaag een opiniestuk geschreven in een Belgisch dagblad dat duidelijk maakt dat we ook allemaal onszelf in vraag moeten stellen. Ik ben misschien vandaag de juiste CEO om Ericsson te leiden, vandaag in tijd. Misschien was dat niet zo 5 jaar geleden en zal dat ook niet zo zijn binnen de 5 jaar. Dus ik denk dat iedere leider zichzelf in vraag moet durven stellen, ben ik nog de juiste persoon? Enerzijds, anderzijds moet ook iedere leider voelen vanuit zijn buikgevoel, voel ik mij nog op de juiste plaats? Want ik denk inderdaad, zoals ik geschreven heb, dat er veel mensen zijn die zich op de verkeerde plaats voelen en er zijn ook veel mensen die zich op de verkeerde plaats zetten. Want het soort van leiderschap dat we in deze veranderende omgeving, het onderwerp dat we hebben aangelaten van ethisch leiderschap, vraagt andere competenties. En er is niets goed of fout aan, je moet alleen zorgen dat het juiste profiel op het juiste moment op de juiste plaats zit. Wel, mijn departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft inderdaad als baseline zorgzaam samenleven. Omdat het een noemer is, een vlag is waar dan je heel veel zaken kunt onderzien. Wij werken per definitie voor de maatschappij, de burger, waar wij het belangrijk vinden om met het beleid dat we voeren effectief te zorgen dat de burgers zorgzaam met elkaar kunnen samenleven, geïntegreerd met elkaar kunnen samenleven, integer met elkaar kunnen samenleven. Dus oog hebben voor het fysisch en psychisch welbevinden van je mensen, om op die manier stress en burn-out te gaan vermijden, om hen goesting te doen krijgen om elke dag opnieuw naar het werk te komen. Je ziet dat afwezigheidspercentages dalen als je in een goede en gezonde sfeer kunt gaan samenwerken. Je ziet dat mensen gewoon veel meer arbeidsvreugde hebben. En daar doen we toch voor. Maar wat denk ik heel belangrijk is rond integriteit, is eigenlijk proberen de zaken bespreekbaar te maken in een organisatie. Ik denk dat dat het sterkste wapen is van een integriteitsbeleid, om in een organisatie een open debat te creëren. Zodanig dat mensen met elkaar in vertrouwen, in een veilige context, eigenlijk moeilijke situaties kunnen bespreekbaar maken. De VRT draagt integriteit hoog in het vaandel. En een belangrijke schakel zijn de leidinggevenden. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Zij moeten de weg wijzen, bij manier van spreken. Zij zijn heel visibel voor een ploeg. Dus wordt het van hen verwacht dat zij integer handelen, dat zij integere leiders zijn. En wat dat dan precies is, daar zijn we naar op zoek. Goede kenmerken van een ethisch leider. Dus dat is wat de VRT ook wil leren vandaag. En dat natuurlijk zo goed mogelijk toepassen.